Meneer Van Schuppen, u bent wethouder van Best, maar u spreekt namens 12 gemeenten rondom Eindhoven Airport. Een luchthaven die groeit als kool. En tot 2020 moeten er zowaar 3500 vluchten per jaar extra nog bij gaan komen. U zegt, dat is mij te gortig, dat gaat te hard. We hebben van de omliggende gemeente, ik vertegenwoordig 12 gemeentes in de regio, een boodschap meegekregen in de vorm van moties dat er een beperking moet zijn aan de groei en aan de openingstijden van de luchthaven. Beperking aan de groei, maar Eindhoven Airport groeit als kool. Wat kun je daaraan doen? Want het groeit toch wel? Je kan hinderbeperkende maatregelen nemen. Die worden in een GGD-rapport wat is uitgebracht ook beschreven. En ook de gemeente Eindhoven, de luchthaven, de provincie en Brainport hebben aangegeven wat voor een innovatieve maatregelen je kan nemen om de hinderbeperking te laten afnemen. Dat denk ik aan dubbel glas, maar dan ben je toch ook wel klaar? Dat kan dubbel glas zijn, dan neem je maatregelen aan woningen en gebouwen. Maar je kan ook in de omgeving, dus in de leefomgeving van inwoners, maatregelen nemen waardoor zij zich anders behinderd voelen door een luchthaven. Bijvoorbeeld een website waarbij je snel op kunt zoeken van daar vliegt wat, dat maakt herrie, wat is dat? Zo'n website bestaat, alleen daar zou meer informatie op kunnen komen waardoor het transparanter is wat er vliegt. Met name ook de militaire vluchten. Maar andere maatregelen kunnen ook zijn bomen neerzetten, een parkje aanleggen. Waardoor mensen zeggen van kijk, dit doet een luchthaven ook in de regio. Nu zegt u, die vluchten na 11, dat zit ons toch niet lekker. Dan lig je net op één oor, ben je in slaap aan het komen, komt er zo'n kreng over. Dat mag er wat minder. Dat hebben de raden ook ons meegegeven, geen vluchten na 11. En ook het eerste uur tussen 7 en 8 in de weekenden ontzien. Zodat er voldoende nachtrust is, want hinderbeleving en met name slaapverstoring is een van de grootste effecten van een luchthaven in de omgeving. Maar er zijn al landingen na 11, draait u dat dan nog terug? Dat draaien we niet terug. Wij zijn met die boodschap nadrukkelijk ook door de gemeenteraden op pad gestuurd. Wij hebben echter, en wij is mijn collega Frank van der Meijden van de gemeente Bergijk en ik, bij onze collega-wethouders wat ruimte gezocht en hebben aan de alderstafel op enig moment ingebracht dat de bestaande 3 vluchten na 11 wat ons betreft gecontinueerd zouden kunnen worden. En dat de zaterdagochtend tussen 7 en 8 ook gebruikt zou kunnen worden om te vliegen en dat te zien als een normale werkdag. Toch, Eindhoven Airport groeit. U zegt oké, dan maar met maatregelen en minder hard en dan gaan we weer verder praten. Maar de herrie per saldo neemt toe. 2020 meer herrie dan nu. 2020 meer herrie, maar wat wij vragen is om die niet evenredig te laten toenemen met het aantal vluchten. En nogmaals, het GGD-rapport geeft er duidelijke richtlijnen en adviezen hoe je de hinder kan beperken. Er komt meer herrie, maar probeer het dan zoveel mogelijk te beperken. Dat is uw boodschap. Probeer het op 2 manieren te beperken. Door te kijken wanneer vliegtuigen mogen vliegen, vertrekken en landen. Maar ook het aantal vluchten dat per jaar of per dag mag vliegen. Nu gaat er een advies naar de staatssecretaris en naar de Tweede Kamer. En als ze daar nu zeggen, nou ja, oké, we nemen gewoon het advies van meneer Alders over. Wat dan? Zo werkt een democratie. Dan betekent dat voor de regiogemeente dat een democratisch genomen besluit in de Tweede Kamer is. Dat is een nieuwe werkelijkheid geworden dan. En dan gaan wij graag met de luchthaven, omringende gemeentes, allerlei betrokkenen die nu aan de alderstafel zitten, verder in gesprek om te kijken hoe we zo goed mogelijk uitvoering kunnen geven aan dat besluit dat door de staatssecretaris is genomen. Verder praten, maar geen spandoeken. Ik ben bestuurder en ik vind bestuurders moeten vooral besturen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat belangengroepen die er ook zijn rondom de luchthaven met spandoeken naar Den Haag en naar Den Bosch gaan. Bijna een aanmoediging. Ik heb ze ooit wel eens het advies gegeven van naast het proces van de bestuurders is het ook het proces van de politiek. En gezien de stellingname in de raden kan ik me goed voorstellen dat ze dat gaan doen. Een verhaal met een staartje. Het krijgt ongetwijfeld een staartje en ik verwacht een goede afloop.